een aanfluiting, die UEFA. Heb je gezien met die loting? Ja, joh. Hoe is het mogelijk, zeg? Hoe kan dat nou? Die Champions League, dat is een miljoenenonderneming. En, ja, maar weet je hoe dat komt? Die UEFA, ja, die hebben al die regeltjes allemaal met die loting. Ja, als je het nog een loting kan noemen, want het is allemaal aardig vooropgezet natuurlijk. Hè? Want ja, Duitser mag niet tegen Duitser, Engelsman mag niet tegen Engelsman spelen. Je mag niet tegen elkaar spelen als je al in de pool bij elkaar hebt gezeten. En zo gaan we maar door. Dus ja, dat is al helemaal aardig bekokstoofd en ingestoken, dus ja. En dan trappen ze in hun eigen ingestoken en bekokstoofd. Dan trappen ze zelf in eigenlijk. Ze kunnen hun eigen kronkels daar bij de UEFA, die kunnen ze niet meer volgen. En dan gaan ze dus fouten maken. Hoe is dat nou toch mogelijk? Want zo'n loting, tussen aanstekens, die komt, dat weet je toch al maanden van tevoren? Dus dat kan je toch helemaal goed voorbereiden. En hoe vaak heb je dat al niet gedaan, UEFA? Dat geloot van jullie. En dan maak je daar dus zulke blunders bij. En sta je zo te stumperen en is het zo'n verschrikkelijk gekruk. Hoe is het mogelijk? En dan is Ajax, speelt ineens, jullie speelden tegen Inter. Ja, Ajax weet het beter dan het is. We spelen tegen Inter. Hup, en het volgende moment speelt Ajax tegen Benfica. Oh, dan spelen we maar tegen Benfica. Oh, en zo doen we dat dan. En Real Madrid, ja, die speelde eigenlijk tegen Benfica. Dus die dachten, nou, goede loting. En die spelen nu tegen Paris Saint-Germain. Oh, pardon. Dat is een andere koek. En zo gaat het maar door. De hele boel ligt er overhoop. Dat is toch onvoorstelbaar, vrienden, wat daar gebeurt. En dan die UEFA. Die UEFA, de strengste van iedereen. Die Ernie strenge leraar die altijd maar met dat latje stond. Dat is UEFA. Bij alles wat je ook maar doet in het voetbal, word je enorm gestraft door de UEFA. Gooi je een rotje op het veld, krijg je straf. Ja, zit je op een trap, krijg je straf. Ja, doe je iets met gele kaarten, weet ik veel, rode kaarten. Oh, zwaar straffen. Dat is de UEFA. En nu, wat doet de UEFA nu dan zelf? Hé? Wat gaat de UEFA nu zelf doen? Hoe gaan zij zichzelf straffen? Ja, ga dat maar eens doen, UEFA!